Aretha Franklin vond ik echt een icoon. Aretha Franklin was de Queen of Soul. Dat staat zelfs op haar graf, hè. The Queen of Soul. Dat zegt alles, toch? Er zijn weinig mensen die zo goed soul konden zingen als Aretha Franklin. En sommige mensen die noemen Lady Gaga, maar die vind ik nog niet half zo goed. Ik denk dat er op het graf van Lady Gaga komt te staan Queen of Halve Soul. Dus je kunt vaak op het graf bij mensen zien hoe ze herinnerd willen worden, hè? Ik zag laatst zag ik op een graf staan, hij was een echte levensgenieter. Ja, dan vind ik een hele mooie manier om over iemand te zeggen. Hij was alcoholist en verrat zich elke dag helemaal de tering. Of dat je zo betekenisloos hebt geleefd, dat zelfs je vrienden en familie niet weten wat ze op je graf moeten zetten. Hier ligt Henk. Hij hield heel erg van Babi Pangang. Dat het is. Hier ligt Wim Kok. Als je voor een dubbeltje bent geboren, kun je dus toch een kwartje worden. Hier ligt Emiel Ratelband. Hij werd tussen de 60 en 80 jaar oud. Hier ligt Dick Advocaat. Onder het gras is hij beter. Hier ligt Barbie. Tenminste voor een deel, want we doen ook aan het scheiden van plastic. Hier ligt Harry Mens. Hier had ook uw reclame kunnen staan. Hier ligt Edwin Evers. Hij staat niet meer op. Hier ligt Giel Beelen, de wens van zoveel. Hier ligt Hans Klok. En nu niet meer.